We gaan verder met het Tilburgse hip-hop duo Boef en de Gelogeerde Aap. Ofwel DJ Tom Maas en rapper Thomas Waterreus. Zij presenteerden vorige maand in 013 hun derde album Niet Hier. En ze zijn wel hier. Mannen, we beginnen eerst even met beelden van jullie uit een Omroep Brabant programma van enkele jaren geleden. Wie is deze? We zijn hier bij Boef en de Gelogeerde Aap. Oh, die? Ja. Die maken experimentele Nederlandstalige hip-hop. Nou. Ja. Doe maar. Ja. Loop met me mee, de vraag is: die rosé in mijn hand is die gratis? Want de deal met de fles in die hoek daar, check hem daar eenzaam op de stoep staan. Ja, ik hoor je lachen, maar hoezo? Waarom zit je te lachen? Ja, het is lang geleden alweer. Ik had een andere coupe en het was iets korter en ja, gewoon echt een stuk jonger. Ja, dit was een beetje het prille begin? Ja, dit was wel echt het begin, ja. En nu tevreden over het nieuwe album? Ja, gaat lekker. Ja, want? Ja, zeker. Ja, was best hoog binnengekomen in de album Top 100, dus dan is het wel fijn in ieder geval dat je een bevestiging krijgt dat je in ieder geval muziek maakt die er op een bepaald level wel toe doet. Dus ja, gaat goed. Goede reacties, goede recensies. Hoe lastig was het om een opvolger te maken? Ja, wel lastiger dan de eerste twee. De eerste twee was meer spelenderwijs en dat was gewoon echt tracks maken. En nu was het toch wel een soort van verwachtingspatroon, omdat je dan ook bij een label zit en mensen je al kende. Dus het was wel iets lastiger. Hoe was de release party in 013? Super vet. Ja, super vet, want? Ja, 1300 man sta je dan te spelen in een grote zaal 013. Dat is ja, wat je mee wil maken eigenlijk. Ja, maar jij hebt bij het maken van een, bij, nieuwe, dat is van een nieuwe album gewoon voor de eerste keer ten gehoor brengen. Ja, dat is ja, een deel. Het vetste wat er is. Nou, dit is het voor jullie dan? Ja, dit is wat jij beschrijft? Ja, dit is geweldig. Die energie die je daar krijgt, dat is ja, inderdaad, dat kan je bijna niet beschrijven. Nee, want probeer het gevoelens te beschrijven dan. Ja, je maakt zeg maar muziek in de studio om ermee te kunnen optreden, weet je wel. Om dan jouw eigen muziek aan zoveel mensen te kunnen laten horen. Ja, dat is tof. Dat is gewoon tof. Ja. Het overvalt je ook. Je krijgt zoveel energie van en ja. Ja, en mensen die het dan mooi vinden, weet je. Dat lijkt me dan helemaal de kick, of niet, Tom? Ja, zeker. Ja, dat weet ik niet. Nee, maar het zit ook lekker in elkaar, of niet? Ja, en je schrijft boeiende teksten. Want jij bent de tekstschrijver en jij bent de man van de beat. Ja. En zit jij echt op achter je mixertje? Beschrijf eens hoe dat gaat. Hij levert de tekst aan of hoe werkt dat bij jullie? Nee, meestal is het zo dat we samen gewoon in de studio aan tracks werken. En dan is het in de meeste gevallen ook zo dat ik al een beat heb. En dan gaat hij daarop schrijven of ik heb een beat en hij heeft dan een tekst en dat past gewoon dan perfect samen. En dan arrangeren we dat en dan wordt het een track. En hoe kunnen we jullie muziek beste typeren? We zullen even een clipje erbij staan, dan krijgen we ook een beetje geluid erbij. Hey, aangenaam, mijn naam is de heer De Graaf. Al jaren dezelfde baan, daarnaast ben ik fotograaf. Geld op de bank, al jaren gespaard. Ik heb een tennisbaan, een wagen met paard. We kunnen tennis maken. Ja, die zitten meteen in de dit zullen wij doen. Wat is het voor muziek? Hoe typeren jullie muziek? Ik denk dat je het best kunt omschrijven als een kruising tussen hip-hop en dubstep. Dus geen standaard hip-hop? Nee, het is geen standaard hip-hop. Het is iets elektronischer, iets zwaarder, iets sneller. En de teksten zijn redelijk poëtisch, heel associatief, heel abstract af en toe. Hey, jij noemt dubstep. Ja. Bij hip-hop kan ik me ook nog iets voorstellen. Ja. Nog heel veel dub. Maar er zijn mensen die denken: dubstep, waar hebben ze het over? Vroeger stond ik op de step. Maar wat is dubstep? Vroeger stond ik op de step. Ja, dubstep is een elektronische muziekstroming die voorkomt uit. Of die is ontstaan in Londen een paar jaar geleden, uit de grime scene. En ja, het is gewoon elektronisch, heel de zware bassen, rare drumpatroontjes. En ja, that's it eigenlijk. Gewoon en dan lekker, in combinatie met de raps. Ja, met dus, de poëtische raps, hè? Want het zijn niet zomaar Sinterklaas-rijmpjes die jij maakt. Nee, dat probeer ik niet te doen. Ja. Ik probeer het wel iets anders aan te pakken. Leeft hip-hop in Brabant? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Als je kijkt naar Fresco of een Gers Padoel of Timmy Tex. Of DJ Suicide, of Breakdance Cruise, of graffiti-artiesten, of Boef en de Aap. Ja, dat is volop bezig, weet je wel. 013 programmeert veel dingen, FNR ook. Ja, jullie zijn onderdeel van platenlabel Top Notch, Kees de Koning, hè? Ja. Jij noemde al enkele namen, Gers Padoel, Fresco zitten erbij. Welke voordelen hebben jullie daarvan? Ten eerste het supergrote netwerk wat Top Notch heeft. Daar plukken wij natuurlijk heel veel vruchten van, want hun pluggen ons overal waar we geplukt kunnen worden. En ook de financiële kant, zeg maar. Niet onbelangrijk. Ja, precies. Wat is jullie droom? Ja,
Ja, ik weet niet, kijk, dus we zijn nou ergens op een punt gekomen en eigenlijk is onze droom om nu hier gewoon de komende 10 jaar in ieder geval te blijven. En eventueel solo ook nog wat eruit te persen en misschien de grens over te gaan, ja, je weet het niet. Ja. En dan hopen wij in Brabant ook nog steeds veel van jullie te horen. Ja, dank voor jullie komst. Dankjewel.